Mislukte plofkraak in Utrecht. Een vliegende auto in 5 Herenlanden. Goedenavond, u kijkt naar U-nieuws. De politie heeft in Utrecht 2 jongens van 16 en 17 jaar aangehouden na een inbraak bij de Plus-supermarkt aan het Smaragdplein. Binnen staat een pinautomaat en vermoedelijk wilden ze die opblazen. De explosieve opruimingsdienst moest eraan te pas komen. Het is niet de eerste keer dat er bij dit winkelcentrum een plofkraak is. Ja, en verslaggever Iris Tasseron die is daar geweest vandaag. Iris, wat weet jij van die plofkraak die nu vandaag is geweest? Nou ja, die 2 jongens zijn dus gezien door getuigen. Maar er was best wel wat overlast eigenlijk. Want ik ben daar wezen kijken. En de EOD die was er natuurlijk 's ochtends al. Toen was ik er nog niet bij. Maar wat ik weet is dat wel de markt zeg maar, op dat moment eventjes moest wachten totdat ze alles konden opbouwen. Dat is natuurlijk altijd wel zo handig als er explosieven binnen zijn. Mm-hmm. Maar de jongens die waren dus gezien. En daardoor was de politie ook heel erg snel aanwezig. We zijn gelukkig door mensen gebeld dat daar geprobeerd werd in te breken. Een paar minuten later waren we daar al. En toen troffen we daar inderdaad 2 jongens die zaak net uitkwamen. Die zijn er nog vandoor gegaan. Maar we hebben ze gelukkig kunnen achtervolgen en aan kunnen houden. En het bleek inderdaad dat zij binnen iets van een soort explosief hadden aangebracht. Ja, Iris, we hadden het er net al over. Dit is niet de eerste keer aan het Smaragdplein. Wat is daar aan de hand? Er lijkt inderdaad wel het een en ander aan de hand te zijn. Ik heb vandaag ook gesproken met de voorzitter van de winkeliersvereniging daar. En zij was echt helemaal verbijsterd dat het nu ook binnen in het pand was. Hè? Want er zijn daar eerder plofkraken geweest. Er is er eentje geweest bij een ABN AMRO pinautomaat. Mm-hmm. Eentje bij de Rabobank pinautomaat. Dus uiteindelijk verwachten ze eigenlijk, want er is nog een pinautomaat, dat het daar eerder zou gebeuren. Maar ja, nu was het dus inderdaad een keer binnen. En dat was toch wel even van schrikken van, ja, wat gaat er nu verder gebeuren? Ja, maar is het dan ook zo, want die pinautomaten die waren dus eerst dan buiten. Is het een trend dat steeds meer pinautomaten binnen worden geplaatst? Ja, ik zou willen dat ik het weet, maar op dit moment het enige wat ik weet is dat op dit moment die pinautomaat zeg maar die buiten is, de ING-pinautomaat die daar nog hangt, die is beschermd 's nachts, dus die wordt afgesloten. Ja. Dus de kans dat daar nog eens een keer iets gebeurt, wordt wel heel erg klein. Ja. Waarom gebeurt het allemaal juist bij het Smaragdplein? Dat is ook wel een beetje een vraag. En de winkeliers die vragen zich dat ook wel heel erg af, want ze maken zich wel iedere keer zorgen als ze dan 's ochtends naar hun werk gaan. Ja. Je houdt er altijd rekening mee. Dus vanmorgen schrok ik natuurlijk wel. Alles was weer afgezet. En ja, het eerste wat je doet is kijken of je eigen winkel er nog staat. Maar gelukkig, zijn eigen winkel stond er nog. Naast zijn winkel hangt overigens een pinautomaat van de ING. Maar die wordt 's nachts afgesloten. Rob van Leur maakt zich dan ook geen zorgen over een plofkraak vlak voor zijn deur. Maar baalt wel dat er in het winkelcentrum met regelmaat pogingen tot inbraak zijn. Ook bij zijn winkel. Een ruit eruit. Ze hebben het kastje van de rolluiken dan een keer ontmanteld. Om te kijken of ze dan op die manier binnen zouden kunnen komen. Dat lukte niet. De dag daarna proberen naar binnen te komen. Maar daar kom je met gemogelijkheid doorheen. Een dag daarna de ruit eruit. Dus, maar goed, er zit een rolluik voor. Dus dat is ook niet slim. Dus dat ging niet door. Maar goed, een hoop schade, een hoop ellende en een hoop kosten. Ja, die meneer die zegt het mooi. Een hoop schade, een hoop ellende, een hoop kosten. Willen winkeliers daar nog wel zitten aan het Smaragdplein? Er zijn wat winkelpanden daar leeg. Dus mogelijk dat inderdaad winkeliers niet snel kiezen om daar een winkel te beginnen. Mm-hmm. Maar deze man die we daarnet zagen dus in die korte reportage, die zei van ja, ik ga er niet weg. Het is zo goed beveiligd, zeg maar, dat ik weet, ze komen niet binnen. Het is alleen steeds wel vervelend dat je die kosten hebt. Maar hij is niet van plan om weg te gaan. Ik heb wel ook nog met die winkeliersvereniging ook nog gesproken. Die zeiden wel van, we willen wel dat het wat beter wordt. Hè? En er zijn op dit moment veel verschillende eigenaren van de panden daar, waardoor het wat lastig is om samen zeg maar tot een goed plan te komen, dat winkelcentrum even wat nieuw elan krijgt, zeg maar. En dat ze denken bijvoorbeeld ook aan meer camera's plaatsen of dat soort dingen. Maar dat wordt de komende tijd gaat dat allemaal nog spelen. Oké, dankjewel Iris Tasseron. Een onverwachte bekentenis vandaag in de Utrechtse rechtbank. Begin november werd Bunschoten opgeschrikt door een aanslag met een zware vuurwerkbom in de Zwelingstraat. Glasscherven vlogen in het rond en de voordeur van een van de huizen was verwoest.
Volgens een verdachte die al maanden vastzit, maar tot nu toe weigerde te praten, ging het om een wraakactie. De 21-jarige Jeffrey K. bekende in de rechtbank dat hij de vuurwerkbom had geplaatst in opdracht van een vriend die wraak wilde nemen op de familie van zijn ex. Volgens het OM is het een wonder dat er geen slachtoffers zijn gevallen. De verdachte lijkt dat ook te beseffen en zegt dat hij nu grote spijt heeft. Jeffrey kende de bewoners van het huis in de Zwelingstraat niet eens en de vriend voor wie hij de aanslag pleegde zou nog veel meer op zijn geweten hebben. Zo zou hij zijn ex hebben gestalkt en vorig jaar 2 keer een bestelbusje van haar vader in brand hebben gestoken. En de dag voor kerst zocht hij Jeffrey nog op in de gevangenis en zou hij hebben gevraagd mee te werken aan een 4e aanslag. En die zou nog veel erger moeten worden. Dave L. was tot nu toe op vrije voeten wegens onvoldoende bewijs. Maar de officier van justitie zei vandaag dat hij gelijk zal worden aangehouden en vervolgd. En tegen de aanslagpleger eist het OM 1,5 jaar gevangenisstraf, waarvan 6 maanden voorwaardelijk. En dat is vanwege de bekentenis 1,5 jaar minder dan de officier eigenlijk van plan was. Vanaf augustus moeten alle scholen in Nederland volledig rookvrij zijn. Er mag dan ook niet meer gerookt worden op het schoolplein of op een deel daarvan. En de verwachting is dat rokende scholieren de omliggende wijken in zullen trekken om daar te paffen. Ja, en daar maken ze zich in de Utrechtse Dichterswijk nu al zorgen over. Het is nu een troosteloze bende. Het speeltuintje vlakbij de Vondellaan in Utrecht. Ja, wat je hier ziet, hier liggen verschillende peuken van sigaretten. Je ziet wietzakjes liggen. En die liggen hier om de hoek en die liggen hier bovenop. Maar in de zomer wordt hier druk gespeeld door kinderen tussen de 0 en 5 jaar. Daar passen geen rokers bij. En dus is de buurt bezorgd. Nou, de zorg is dat vanaf augustus worden alle schoolpleinen rookvrij. En dan hebben wij het vermoeden dat de kinderen van die scholen dan hier gaan roken in deze speeltuin tussen de spelende jonge kinderen. Ja, en dat kan niet de bedoeling zijn van het rookvrije maken van schoolpleinen. Nu al is er overlast in het tuintje. Er worden niet alleen sigaretten gerookt, maar ook wiet. Op de Vondellaan zijn meerdere scholen, onder andere het Grafisch Lyceum en het ROC. Die laatste snapt de zorg van de wijk en dus volgt er actie. Wij zijn een gezonde school, dus we gaan onze studenten en medewerkers ook oproepen om te stoppen met roken. Om te stimuleren dat ze stoppen met roken. En we gaan alle medewerkers erop wijzen dat ze de studenten moeten informeren dat de studenten in de wijk geen overlast verzorgen. En als er toch overlast is, zo laat de school weten, dan mogen de bewoners direct de conciërge van de school bellen. Maar het speeltuintje heeft niet alleen last van rokende jongeren. Het zijn niet alleen de scholen, want hier vlak naast staat het Trimbels Instituut. Dat is sinds kort ook rookvrij. En nu zie je dat de mensen die daar dan toch nog willen roken, dat voor de ingang van de speeltuin aan het doen zijn. Dat is gek. Maar ook pikant, want het Trimbels Instituut is nu juist het kenniscentrum over verslavingsproblematiek. Niets dan begrip dus van het Trimbos over de zorgen in de wijk. Ja, ik deel die zorg zeker. Ik vind het ook een ontzettend relevant signaal uit de buurt. Het is ook heel relevant omdat er in de komende tijd steeds meer plekken rookvrij gaan worden. Trimbos is dat nu 1 jaar en we zien dus uit eigen ervaring hoe lastig het is om te zorgen dat daar in de omgeving geen problemen door ontstaan. Het Trimbos had al een foldertje voor de eigen werknemers laten drukken om niet te roken bij het speeltuintje. En of dat helpt, dat gaan we dus merken. Een bedrijfspand aan de Utrechtse Eendraslaan is vanmiddag ontruimd vanwege een verdacht pakket. Uit onderzoek van de explosieve opruimingsdienst bleek daar geen explosief in te zitten. In het pand zit onder andere de Rabobank. De meeste medewerkers die mochten na enige tijd weer terug het pand in. Er is heel veel belangstelling voor de raadsinformatiebijeenkomst vanavond over het bouwen van windmolens en woningen in Polder Rijnenburg. Er hebben zich zoveel omwonenden aangemeld dat de bijeenkomst in een grotere zaal wordt gehouden. Het plan is om er onder meer 8 turbines van 230 meter hoog te plaatsen. De Uithoflijn in Utrecht stond vandaag weer stil en de oorzaak was een kapotte tram. Gisteren kon lijn 22 de hele dag niet rijden vanwege een kapotte bovenleiding. De Uithoflijn heeft sinds de start storingen. De PVV in de provincie wil daar morgen over praten in een commissievergadering. En de uitvaart top 10 is weer bekend. Met een grote verrassing, het nummer Waarheen Waarvoor van Mieke Telkamp zit er niet meer in. Mieke Telkamp overleed in 2016 in Zeist en op haar eigen begrafenis klonk het nummer ook niet. Claudia de Breij uit Utrecht staat op 3 met Mag ik dan bij jou en op 1 Ave Maria.
Vijf Herenlanden krijgt mogelijk een start- en landingstrip voor de vliegende auto. Ja, en dat klinkt misschien als science fiction, maar het is echt zo. Het Brabantse bedrijf Paul V heeft de gemeente Vijf Herenlanden gevraagd of ze een strook grond ter beschikking willen stellen voor testen met de vliegende auto. En onze verslaggever Caroline Gijsman is bij dat bedrijf waar al jarenlang wordt gewerkt aan de ontwikkeling van de vliegende auto. En Caroline, gaan we ze nu ook echt zien vliegen? Ik zit nu dus in een heuse vliegende auto. En ja, als ik zo naar binnen kijk, dan ziet dit er nog best wel bekend uit met een stuur. En ik heb hieronder wat pedalen en hier een pookje voor de ruitenwissers. En hier ziet het er toch wel wat ingewikkelder uit. Maar ik heb begrepen dat als je eenmaal wil gaan vliegen, dan gaat het stuur een beetje het dashboard in en dan komt hier dus de pook naar boven om uiteindelijk mee te vliegen. Nou, en als je dan dus hebt gevlogen en je wil gaan landen, je wil weer met de auto rijden, dan kan die van 3 minuten transformeren van een auto naar een vliegtuig. En ook weer andersom als je dat zou willen. En maar ja, om natuurlijk met die auto te kunnen vliegen, moet je ook ergens kunnen landen en opstijgen. En de gemeente Vijf Herenlanden heeft nu gezegd, wij willen wel zo'n landingsbaan in onze gemeente. En degene die er alles van weet is Marco van den Bos, want jij bent al heel lang bezig met het ontwikkelen van de vliegende auto. Hoe blij ben jij met de interesse van de gemeente Vijf Herenlanden in zo'n landingsbaan? Ja, dat is voor ons ontzettend goed nieuws. Inderdaad, we zijn al 12 jaar bezig met het bedrijf. En dan ben je met het ontwikkelen van een auto bezig en met het ontwikkelen van een hele fabriek. Maar naast het feit dat je natuurlijk de auto ontwikkelt, moet je ook plekken kunnen hebben waar je kan landen. En dat het ook een stukje mobiliteit met zich meebrengt. Nou, dat de gemeente Vijf Herenlanden inderdaad in de innovatiekant kijkt van wij willen heel graag onderdeel zijn van die hele nieuwe mobiliteitsevolutie, is voor ons heel goed nieuws. En ja, wij gaan daar heel graag de volgende stappen mee zetten. En het is eigenlijk een weiland langs de A27 in Meerkerk. Ja, je ziet er niet heel veel spannends aan. Maar wat moet er straks gebeuren? Willen daar vliegende auto's kunnen gaan landen en opstijgen? Nou, eigenlijk relatief weinig. De doelstelling is dat we met onze vliegende auto vooral van stad naar stad vliegen en in de steden rijden. Het enige wat er komt, het is een grasstrook van 300 bij 30 meter. Er komt een windzak op en er komt een brandblusser op. En op dat moment is het mogelijk met een tuchtvergunning, zoals het heet, om daar te mogen landen en starten. En dat is natuurlijk in de eerste fase een pilot voor de eerste 3 jaar. Maar van daaruit kunnen wij het goed testen. En heeft de gemeente Vijf Herenlanden toch echt een wereldwijde primeur om als eerste stad, zeg maar, of deelgemeente, een specifieke vliegende auto landingsplek te hebben. En gaan we daar dan de komende jaren heel veel van dit soort auto's zien opstijgen en daar zien landen? Nou, dat zal reuze meevallen. Het is wel heel leuk. We zijn natuurlijk met de verkoop gestart. We hebben er in Nederland al 40 verkocht, dus daar zijn we heel erg blij mee. Maar het is zo dat de gemiddelde tuchtvergunning, dat betekent dat er maar 12 dagen per jaar in begin gebruik van gaat worden. Juist die innovatiekant, want we zullen gaan zien dat de komende 10 jaar er veel meer van dit soort vliegende auto's op de markt gaan komen wereldwijd. Is het heel mooi om dat zo kort bij ons te kunnen testen. En dat die plek aan de snelweg, dus zo gauw de files zijn, kan ik van de snelweg afrijden. En is het mogelijk om inderdaad over die files heen te gaan vliegen. En ja, zijn wij heel erg gelukkig met de gemeente. Zodat ze inderdaad dat eerste stukje innovatie kunnen gaan laten zien. En hierachter, achter jou staat er nog eentje. Hier is al heel veel mee gevlogen. Ja, dat is onze Paul V1. Daar zijn alle experimentele vluchten mee gedaan. Dus we hebben natuurlijk heel veel testvluchten gedaan. Wij moeten niet alleen voor de lucht gecertificeerd zijn, maar ook op de weg. En het leuke is, vanaf volgende week gaan wij op de weg, als het goed is gecertificeerd worden, zul je hem al op de weg zien rijden. Oké, en als ik er dan eentje zou willen hebben, is het een beetje te betalen als ik straks met een vliegende auto naar mijn werk wil? Ja, het kost natuurlijk een hoop centjes. Het kost vanaf €300.000 heb je een vliegende auto. Dat is een hoop geld, maar voor iets wat kan vliegen en rijden samen, heeft dat een enorme bereik wat je echt daar kan hebben. En dat geeft uiteindelijk wel de mogelijkheid om de weg op te kunnen en te kunnen vliegen. Nou ja, dat is voor mij nog wel eventjes doorsparen dus. Maar in principe zou het dus zo kunnen zijn dat je de komende jaren, dat het echt heel dichtbij komt om met zo'n ding naar je werk te vliegen. Ja, absoluut. Dat is de bedoeling. We willen ook echt daadwerkelijk die mobiliteit daarin mee promoten. En er gaat een nieuwe wereld over. En dat zal de komende 10 jaar zal dat een enorme groei gaan hebben. En dan gaan we het niet meer alleen zien in de Donald Duck, al die vliegende auto's, maar gaan we echt over de files heen vliegen naar het werk. Dankjewel, Caroline Gijsman. Ja, en dan is het alweer tijd voor het weer. In de loop van de nacht wordt het droog en klaart het op. De temperatuur daalt naar 5 graden. Morgen overdag is het wisselend bewolkt. In de middag wordt het droog en het wordt 8 graden. En tot zover uw nieuws. Kijk voor meer nieuws op de website of op onze app. En ik wens u een hele fijne avond.